De bezorgde burger Amanda Chombar hoopt dat de telling van de stemmen van Paramaribo vlekkeloos verloopt. We spraken haar vanmorgen in het Nationaal Indoor Stadion. Chombar ging naar het NIS omdat ze had gehoord dat er wanorde was bij het inleveren van de stembussen. Chombar is een onafhankelijke waarnemer die zich zorgen maakt over de toekomst van Suriname. Ik kwam al iets later binnen, rond 10 uur. Het was heel erg, toen nog rommelig. Hier binnen werd het gelukkig goed, begreep ik, van de mensen die binnen stonden. En buiten was het best wel rommelig. Vanochtend 10:30, 11:00, tussen 10 en 11, een heleboel stembussen nog aangekomen. Blijkbaar hebben mensen nog heel lang door moeten tellen, de hele nacht door. Dus de mensen die u hier ziet, zijn allemaal mensen die nog volgens mij geen uurtje hebben geslapen. In elk geval de sfeer nu, waar het om 9:00, 10:00 paniek was in Paramaribo, moet ik nu eerlijk zeggen, ziet er geordend uit. Volgens mij moeten er of de bussen zijn naar binnen of er moeten nog 1 of 2 stembussen, stemlocaties binnenkomen. Maar hier gewoon netjes geordend, goed overzichtelijk. Ik denk dat alle officiële waarnemers en groeperingen, iedereen heeft een plekje gehad. Ik zag DC Nerkust, die was druk bezig om een beetje handhaving hier te hebben. Dus qua sfeer, het ziet er nu goed, rustig, geordend, gestructureerd. In 2 uur tijd, 2,5 uur tijd is daar orde in gebracht. Gelukkig. Dat was Amanda Chombar. We spraken haar vanmorgen in NIS.